Ik sta hier bij de eerste bewust veiligdag bij Van de Ven. Deze organiseren we vanuit Brakel, gewoon bij ons kantoor. Tijdens deze dag hebben we allerlei activiteiten gepland die iets te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu. Zoals je kunt zien zijn er al een aantal onderdelen buiten bezig en er zijn een aantal onderdelen binnen ook nog te vinden. Deze dag hebben we niet zomaar georganiseerd. We proberen op een interactieve manier onze collega's te betrekken en op deze manier het veiligheidsbewustzijn te verhogen. We gaan snel een kijkje nemen. Ga je mee? Waarom is een bewust veilig dag zo belangrijk? Ons doel als werkgever is om iedereen elke dag een veilige werkplek te bieden en dat iedereen 's avonds veilig weer naar huis kan. Met deze bewust veilig dag hopen we dat iedereen zelf risico's leert herkennen, erkennen en daar ook op een verantwoorde manier maatregelen mee kan gaan leren nemen. Zodat we iedereen kunnen laten ervaren dat veilig echt werkt. In de traintainer kon iedereen ervaren hoe het is om een besloten ruimte te betreden. In de escape room bleek dat haastige spoed zelden goed is. Alleen door veilig samen te werken kon men de code kraken om de escape room te verlaten. De vragen in de Kahoot quiz leverden vaak discussie op over wat nu veilig is of niet. Tijdens een online toolbox kregen medewerkers voorlichting over de diverse risico's die men dagelijks tegenkomt in het werk. De boodschap in het spel 100 Ways to Die at Work was dat veiligheidsmaatregelen tijd kosten, maar dat het niet nemen van de maatregelen uiteindelijk veel meer tijd kostte. Tijdens de workshop stijger bouwen leerde men hoe een stijger veilig gebouwd en betreden kan worden. Middels een demonstratie werd het bewustzijn van iedereen met betrekking tot werken op hoogte vergroot. Ik vind tot nu toe een leuke middag met mijn collega's en we worden wat meer bewust weer van de veiligheid die belangrijk is om iedereen ook weer 's avonds veilig thuis te krijgen. Het is wel, en het is mooi dat op zondag dat we wat kunnen leren. Ja, onverwachts toch leuk en gezellig. We hebben escape room gedaan, we hebben stijgerbouw gedaan. We hebben spelletjes gespeeld, ja, en we hebben toch gemerkt dat we met elkaar, met z'n allen, toch iets kunnen maken.